Bespreking van het sternoclaviculair gewricht. Oriëntatie. Craniaal, caudaal, lateraal, lateraal en mediaal of zelfs mediaan. Dit is een ventraal zicht. Het clavicula bevindt zich langs deze zijde en zal plaatsvinden of plaatsnemen in het incisura clavicularis op het manubrium en kan verschillende bewegingen uitvoeren. Deze bewegingen zijn mogelijk door de aanwezigheid van een discus hiertussen, waardoor dit een articulatio spheroidea wordt of een kogelgewricht. De beweging kan zijn naar boven bij een elevatie van het schoudergewricht, naar beneden bij een depressie van het schoudergewricht, naar achter toe bij een retractie van het schoudergewricht en naar voor toe bij een protractie van het schoudergewricht. Telkens zie je de laterale zijde van de clavicula in beweging komen. Welke situatie is er hier qua stabiliteit ligamentair? Heb je het gewricht dat links en rechts plaatsvindt, wordt verbonden door ligament, is het ligamentum interclaviculari. Tweede ligament is het ligamentum tussen het sternum en het clavicula langs de voorzijde en langs de achterzijde. Dus ligamentum sterno, clavicularis, anterius en posterius. En het laatste ligament bevindt zich tussen clavicula en costae 1, is het ligamentum costoclavicularis. Werkt samen met de spier, de subclavicularis spier, die eigenlijk het clavicula vasthoudt op de eerste rib.